waar het allemaal over gaat. They don't play and we don't care. Ja, het gaat om tieners, niet de competitiespelers 10 tot 18, maar wel de tieners die uit Kids Tennis Groen eigenlijk in no man's land terechtkomen. Er is toernooi aan bod, gaan ze niet op in. Ze spelen misschien nog eens interclub in de laatste afdeling, maar na de interclub gaan ze niet verder naar toernooien. Je moet ze stimuleren om vrij te gaan spelen op de clubs. Dus het zijn deze doelgroep waar dat we over gaan spreken. Een recreatieve pijler die tot op heden toch een beetje onderbelicht is gebleven. Het zijn tieners die druk ervaren. Wij hebben het gevoel dat het soms hangjongeren zijn, maar ze ervaren toch heel veel druk, want er komen meer schoolactiviteiten. Vrienden worden belangrijker en belangrijker. Rondhangen met vrienden, chillen met vrienden. En er komen andere activiteiten om de hoek kijken ook. En we merken, ik heb het zelf met schaam en schande vorig jaar bij een testevent moeten meemaken, als ik 2 weken op voorhand naar de tieners zei van oké, we gaan dan eens een leuke tieneravond doen met een groepstraining en allerlei randactiviteiten nog rond. Ik had 0 opkomst. Waarom? Omdat tieners zeiden, sorry, maar 2 weken op voorhand is aan onze agenda volledig ingevuld. Hè? Dus ook al hebben ze veel vrije tijd, toch door andere vrije tijdsactiviteit, door vrienden, door schoolwerk, ga je merken dat de agenda toch moeilijk in te delen is. Ik denk dat we collectief moeten vaststellen, en dan spreek ik vanuit Tennis Vlaanderen, maar ook vanuit de club, ook vanuit trainerstandpunt, en ik hoop dat jullie dat mee gaan beamen, dat we eigenlijk er ons niet veel van aantrekken. We hebben de doelgroep, we doen er niet te veel voor, ze lopen rond of ze lopen niet meer rond, ze vertrekken uit de clubs, gaan de weg, en zien we ze minder en minder en minder, totdat ze niet meer opnieuw gaan aansluiten op de club. En eigenlijk hebben we niet echt een activatieprogramma om daar iets tegen te gaan doen. Ja? We gebruiken het excuus. Ik denk dat alle sport en ons communicatiebureau, die bezig is ook het project mee vorm te geven, komt er ook al direct op, ja, maar het is een probleem dat alle sporttakken ervaren. En we maken er ons een beetje gemakkelijk vanaf van, oké, goed, ja, maar in elke sporttak merken we dat, 12 tot 18, uitval van tieners. Maar de vraag is dat we ons toch eens mogen durven stellen, doen we er werkelijk alles aan om het te gaan vermijden of laten we het gebeuren? Ja? En ik was een aantal jaren geleden op een bedrijfsfeest van mijn echtgenote. Zij werd in een accountancykantoor waar ze gestart is in 2001 met 10 personeelsleden. Een bedrijf is nu uitgegroeid naar een KMO met meer dan 200 personeelsleden. En op het personeelsfeest een aantal jaren terug had ik de kans om even met die CEO te babbelen en is te vragen van, hoe verklaar je nu dat je op 16 jaar tijd eigenlijk een bedrijf van 10 personen dat zo gaat uitgroeien. Jaarlijks een aantal overnames en continu expansie. En zijn antwoord was op zijn West-Vlaams ondernemerschap. En West-Vlamingen die in de zaal zitten gaan dat wel herkennen, die nuchterheid in het verhaal. Je moet er gewoon voor zorgen dat de voordeur wagenwijd openstaat en dat je van achter de achterdeur toedoet. Ja, en uiteindelijk is het heel dom, maar het is wel een beetje zo. En voordat we starten aan de sessie, misschien is een kort reflectiemoment van als we dit nu gaan vertalen naar onze tieners. Ja, ik denk dat de voordeur in onze tennisschool openstaat met opendeurdagen, kidstennis. We doen van alles en nog wat om heel veel jonge kinderen vanaf de lagere schooltijd binnen onze club te gaan betrekken. Maar eigenlijk moeten we onszelf eens de vraag stellen, staat de achterdeur een beetje open, volledig open, of hebben we hem echt wel op slot en grendel, zodanig dat we ze in het huis gaan houden. Dus toch eens om over na te denken. Waar kadert het project in? We hebben in 2016, in het kader van het nieuw beleidsplan, hebben we een project ingediend bij Sport Vlaanderen. En het project ging over laagdrempelig sporten. Hoe kunnen we zorgen dat we de drempels voor sportbeoefening zo laag mogelijk houden, dat heel veel leden tennissen en blijven tennissen. Toch een uitdaging dat we met z'n allen hebben voor de toekomst. En wat was het idee? Het project noemt, het is een doelgroepenproject, waarin dat we jaarlijks 2017 tot 2020 een aparte doelgroep gaan belichten. Vorig jaar was dat doelgroep 18-30, waar we straks over wat er daar ongeveer allemaal in zat. En dit jaar, 2018, waar we nu aan het voorbereiden zijn, gaat het over tieners. Het jaar erop, 2019, zal gaan over
kind-ouder. Hoe kunnen we kind-ouder betrokkenheid groter gaan maken? En het laatste jaar 2020 gaat over senioren. Wat is de bedoeling van de beleidsfocus? Is dat we jaarlijks een project gaan opstarten. En het project heeft twee doelstellingen. Eén doelstelling is dat we clubs en leden enthousiast krijgen rond het project. Want we gaan geen project opstarten waarin we het gevoel hebben van de clubs ervaren het als een verplichting om dat te gaan doen. Dan denk ik dat het niet goed is. Dan is het een project die voor één keer is omdat het een verplichting is. Maar zodra het geen verplichting meer wordt, gaat het van de agenda's van de clubs weg. Dus de bedoeling is dat het duurzaam wordt, dat het projecten zijn dat jullie zeggen van dit is toch wel waardevol om op lange termijn te gaan integreren. En de tweede doelstelling, het moet meetbaar zijn. Wij mikken jaarlijks op 10% groei binnen de doelgroep waarop dat we actief zijn. En straks gaan we tonen op afgelopen jaar, waar we toch een beetje later zijn moeten starten, omdat het uiteindelijk project is maar goedgekeurd in februari 2017. Dus pas vanaf dan konden we alles gaan opstarten. Nu weten we dat we vertrokken zijn voor 4 jaar, dus kunnen we vroeger gaan schakelen. Wat hebben we afgelopen jaar gedaan? We hebben een inspiratieplatform op de website gelanceerd, waar het 2 blokken wil belichten met jullie. Hulp nodig bij ledenwerving en organiseren wervelende cocktail night. Dit waren de 2 projecten die specifiek richting 1830 erin zaten. Wervende clubcommunicatie. Ons communicatiebureau had een aantal mooie formats opgemaakt, waarin dat je kan zowel nieuwe leden gaan aantrekken, als de format die je kan gebruiken ook om ex-leden, de tieners die je verloren bent doorheen de loop van de jaren, om te zeggen van goed, ik ga die toch eens oproepen. Die zijn ondertussen allemaal 20, 30. Ik ga die eens oproepen en misschien toch eens uitnodigen van misschien moet je toch eens je tennislidmaatschap heractiveren. Kom nog eens naar de club voor een kennismaking, een nieuwe kennismaking. En misschien gaat de club 2.0, waar we ondertussen zitten, u wel bevallen. En heb je een nieuwe sportbeoefening, een nieuwe hobby dat je kan gaan doen de komende jaren. Andere activiteit was een wervelende cocktail night, waarin dat je club, als club eigenlijk alles al voor handen krijgt. Je krijgt de flyers, je krijgt een affiche, je krijgt de recepten van een alcoholvrije strawberry ace en een vodka orange juice dan, in plaats van de juice. Linken richting het tennis, om eigenlijk op die manier te zorgen dat je als club, als je iets wil doen rond die 20-30, dat je een mooi programma daar staan hebt. Misschien voor een afterwork. Op een vrijdag, ik zie hier clubs die ook op de vrijdagavond af en toe heel leuke activiteiten hebben. Misschien is dit wel iets dat zij op een van die vrijdagavonden is kunnen lanceren als een themaavond. Tweede wat we gedaan hebben, ga je op kot, dan hoeft tennis of padel niet te ontbreken. Ik denk dat we allemaal onze studentenjaren kennen als jaren waarin we de focus even verleggen. Heel dikwijls gaat dat gepaard met jaren waarin dat de clublidmaatschap misschien is haperd. Er is een tweede zittijd, je geraakt er niet toe om te gaan spelen. Uw vrienden zijn allemaal verspreid. Dan hebben wij met de clubs die in de studentensteden zitten een actie gemaakt waarin dat we hen gevraagd hebben van jullie zijn in een studentenstad, wat zouden jullie kunnen doen richting studentenacties? En van de, denk ik, 34 clubs zijn er 19 clubs die een actie hebben ingestuurd en die staat nu op de website actief. Dus je kan in Leuven, Gent, Mechelen, Roeselare, Antwerpen, kan je als student eigenlijk op de website een aanbod gaan zien wat clubs in de studentensteden specifiek voor studenten gaan doen. En dan de tennisworkout hebben we in 2016 al gestart, maar is ook een antwoord op de nieuwe maatschappij waar we toch willen nieuwe vormen van tennis gaan aanbieden, zodanig dat iemand die uit zijn studentenleven of startend in een jong gezin, dat die kan zeggen van goed, ik wil eigenlijk tennis gaan spelen, maar die technische vervolmaking, dat hoeft voor mij niet meer. Voor mij mag het eigenlijk gewoon een uurtje zijn, heel social, geef mij maar een leuke groep mensen waar ik samen kan in oefenen en een beetje muziek erbij en ondertussen wat fitness erbij, want in de studentenjaren is er toch wel wat bijgekomen en ondertussen kan ik het er gaan afwerken. Dus met de tennisworkout ook een leuk initiatief erbij om opnieuw een nieuwe doelgroep te gaan activeren. Wat betekent dit? Dit zijn onze ledencijfers waar we dit jaar op uitkomen. We zitten nog 2 weken leden te gaan, maar we zitten toch al met een stijging van 1,9% ten opzichte van het totaal van vorig jaar. En als we kijken naar
de doelgroep waarop dat we ons gefocust hebben in 2017, dan zien we dat we op de twee leeftijdsgroepen 19-25, 26-34, dat we daar toch een mooie stijging hebben die boven het gemiddelde zit van andere doelgroepen. En als we specifiek 18-30 nemen, komen we op een stijging van 6,2%. We hebben niet de 10% dat we voorop stellen, maar als we rekening houden met een project die uiteindelijk maar op 9 maanden is kunnen geactiveerd worden, terwijl dat we nu 14 maanden hebben starten van november, en dan denk ik dat we toch erin geslaagd zijn, samen met de clubs, om al een mooi resultaat te gaan boeken. Ja? Is het toeval? Ik denk dat het te veel boven het gemiddelde is om nog van toeval te spreken. Hè? Maar ik denk dat het wel aantoont dat projecten, als ze attractief zijn, als clubs erop inpikten, dat er wel een bepaalde impact kan zijn. Dus als jullie de belief hebben, dan denk ik dat we voor tieners net volgend jaar hetzelfde kunnen gaan doen. Want de rode knop is uiteindelijk de uitdaging waar we voor staan. We hebben enerzijds de doelgroep 3 tot 9, waar we vorig jaar op de kaderdagen, herinneren jullie de plenaire sessie met Ruben, waar dat hij eigenlijk de relaunch van Kids Tennis gebracht heeft. Ik denk op het moment dat die relaunch volledig op de clubs gaat ingeburgerd zijn, dat we op dat moment ook gaan zien dat we terug meer van de jonge kinderen erbij gaan hebben. En want we zien toch met de relaunch en al de inspiratievideo's die er op de site zijn, dat er toch wel een nieuwe branding, een nieuwe beleving komt in heel het Kids Tennis verhaal. Maar wat wij specifiek nu gaan overspreken is de leeftijd 10-18, waar we een stijging hebben. Maar als we kijken, de stijging zit toch onder het gemiddelde stijging. En volgend jaar zou het onze grote droom zijn om hier een plus 10% bij te hebben. Dus dat is waar we vandaag het startpunt willen voor geven. Dus 2018 gaan we voor leeftijd 10-18. Een moeilijke doelgroep. Ik heb een aantal trainers gesproken ook in voorbereiding van het congres. Vanmorgen wordt nog een trainer aangesproken. En de eerste reactie die je dikwijls krijgt, een heel moeilijke doelgroep. Maar toch denk ik dat we, als we er een wil voor hebben om iets voor die doelgroep te doen, dat er zeker een weg is. En nog eens, we spreken niet over de competitieve tieners. Want daar moeten we ons denk ik niet veel van aantrekken. Ik denk dat er hier een aantal heel goede clubvoorbeelden zitten. Als ik Gym zie, als ik ook Kortemark zie. Waar je enorm veel competitieve jongeren ziet die eigenlijk vanaf de jongste leeftijd in die Netias Tour perfect gaan doorgroeien naar de ouder leeftijdscategorieën die in het Nieuwsblad-criterium komen, die in Interclub komen en die perfect ingeburgerd worden, waar dan jonge competitiespelers spelen met volwassen competitiespelers. Ja, dan denk ik dat dat niet onze targetdoelgroep is. Het is onze doelgroep, de recreatieve tiener, die eigenlijk uit ons gezichtsveld verdwijnt. Want we communiceren. We doen een competitiestage, maar we communiceren niet meer naar die doelgroep die puur gestimuleerd moet worden om een wekelijks uurtje tennis op de club te blijven behouden de komende jaren. We stellen het nu voor, waarom? Twee ambities. Eén, ik zou graag hebben dat tieners op de volgende trainersvergadering als een agendapunt komt. En dat je gewoon eens zegt van kijk, ik heb die presentatie, hij is beschikbaar. Er zijn toch een aantal punten in dat ik graag is op een trainersvergadering zou gaan bespreken richting 2018. En twee, dat er een activiteit op de clubkalender komt voor 2018. En stel maar eens jullie clubkalenders voor. Jullie hebben allemaal kidsactiviteiten. Het Sintfeest komt eraan of Sint Maartenfeest komt eraan. En dan hebben jullie misschien een kersttoernooitje of een kerstevent. En als je gaat kijken doorheen het jaar, heb je activiteiten voor jongvolwassenen, de twintigers. Je hebt activiteiten voor ouders van kids en insters. Je hebt activiteiten misschien voor senioren. Maar activiteiten voor de recreatieve tiener, ga je heel dikwijls zien, staan niet op de activiteitenkalender van een club. En dat is mijn doelstelling, om te zorgen dat jullie in 2018 ook zeggen van oké, we gaan toch eens daar een activiteit op zetten. En als we dat goed branden, als we dat goed vormgeven, ben ik ervan overtuigd dat dat misschien wel de meest succesvolle clubactiviteit zou kunnen worden van 2018. Goed, we mikken op duurzaamheid. Dus het is niet de bedoeling om te zeggen 2018, nu gaan we eens tieners doen en 2019, nu vergeten we de tieners. Nee, het is de bedoeling om dit jaar extra focus erop te leggen. Het vizier, de verrekijker, komt op die doelgroep. En oké, goed, we hebben geleerd 2018 hoe dat we die doelgroep moeten gaan bereiken. 2019, 2020 zijn we vertrokken om jaarlijks daar iets vast mee te gaan doen. En dit jaar om te tonen,
ook aan Sport Vlaanderen, dat we actief erop inzetten om te tonen dat we het verschil kunnen maken met dergelijke zaken. Mikken we op die 10% en we gaan zien volgend jaar waar we uiteindelijk gaan uitkomen. Zijn er onder jullie die een aantal jaren geleden, ik dacht 2014, op de sessie waren bij James Newman? De Brit die kwam spreken over tennis. Wel, het rapport waar hij toen aan bezig was, is ondertussen gepubliceerd. Dat is een rapport van ITF, International Tennis Federation, Play and Stay. Het gaat over play and stay bij teenagers. Wat zijn de voornaamste zaken die eruit komen? Bij context. We zitten met spelers die op zoek zijn naar een eigen identiteit. Ja, en je mag dat echt wel letterlijk gaan nemen. Kinderen in het lager onderwijs zijn zoon of dochter van. Kinderen in het middelbaar onderwijs zijn ineens op zoek. Ze zijn echt op zoek. Dat is het woord dat ons communicatiebureau ook zegt. Het zijn zoekende spelers. En je gaat dat merken. Ineens ga je zien dat ze van kort haar lang haar hebben. En je gaat zien dat de kledij, in plaats van dat die gekozen werd door ouders, dat dat ineens kledij is. Dat ze zelf gaan kiezen, dat ook wel een keer volledig anders er kan gaan uitzien. Dus ze zijn op zoek naar eigen identiteit. Belangrijk om mee te nemen richting clubactiviteiten. Ze zoeken nieuwe ervaringen. En dat is de reden waarom dat ineens tieners soms niet meer op uw club komen. Ik heb zelf een tiener gehad die tot 14 jaar jaarlijks tenniste. Ineens de weg van het DJ-schap ingeslaan, begonnen met zo'n box te kopen, een kleine installatie. En op een bepaald moment zie je die niet meer op de club, omdat hij nieuwe ervaringen op zoek en daar zoekend is om zijn weg wat te gaan vinden. Socializen wordt belangrijker. Ja? Ik denk dat een tienertrainer verschilt van een competitietraining, waar dat we bij een competitietraining echt wel heel strak de training gaan uitvoeren, terwijl bij een tienertraining gaan we misschien wel eens moeten de kinderen laten in het pauzemoment, laten het babbeltje doen. En misschien zeggen van in plaats van na 1 minuut, nu moet het echt stoppen als ze even toch enthousiast bezig zijn. Laat hen toch even wat socializen. Het is het moment dat ze vanuit verschillende hoeken, vanuit verschillende scholen, soms het enigste uurtje in de week dat ze elkaar eens zien. Dus op dat moment is het ook eens leuk dat ze kunnen gaan socializen. En het is niet de meest populaire doelgroep bij trainers en bij clubs. En dat merk je aan alles. We hebben de activiteitenkalender al doorlopen. Moest het een heel populaire doelgroep zijn, dan gingen elke club tieners op hun activiteitenkalender hebben. Ik denk dat ik het eigen naam spreek, maar dat ik ook in groep kan spreken. Als we lesplanningen maken, wat doen we? We hebben de gesprekken gehad voor de sessie in de namiddag, effectieve trainerswerking. We plannen eerst de competitie in. Ja, dan plannen we kidstennis, die meestal vaste momenten geworden zijn, plannen we in. We plannen alles van volwassenen in. En op het laatste plannen we tieners in. Ik denk dat dat een realiteit is, een clubrealiteit. Niet alleen op mijn club, maar in heel veel clubs. En dat toont dat we liggen er niet echt wakker van. En ik durf dat zeggen vanuit eigen naam. Maar ik denk dat we met z'n allen daar collectief een beetje hetzelfde gevoel over hebben. En we zien dat ook in het gedrag dat die tieners hebben. Dikwijls wat pubergedrag, wat aanstellerig gedrag. Ineens komen ze op een club en zien volwassenen zo kijken van wat is dat met die gasten. Dus ik denk dat het een doelgroep is die toch anders benaderd worden dan andere doelgroepen. Dat is de context waar we mee te maken hebben. Een drop-out. Wat is uit de studie gekomen als voornaamste redenen voor drop-out? Tennis en clubs hebben geen cool imago. En ik zeg niet dat dat iets betekent over jullie club, maar denk gewoon na. Tieners zoeken een eigen identiteit en ineens komen ze op de club terecht waar ook hun ouders rondlopen, waar ook hun grootouders soms rondlopen. Ja, dat is niet cool voor kinderen. Denk als we hetzelfde kijken naar vakantie gaan, ieder lager schoolkind twijfelt er niet aan, gaat mee met zijn kinderen op vakantie. Een keer dat je de leeftijd 16, 17, 18 jaar hebt, dan zie je dat kinderen ook wel eens durven zeggen van oké, goed, op vakantie, ik ga liever toch met vrienden daar met een kazookamp of iets anders gaan doen. Of als ik meega op vakantie, zou ik graag hebben dat er een vriend of vriendinnetje kan meegaan, want dan vind ik het fun. Maar zo gewoon ouders en kinderen, nee. Dus het is niks te maken met je club. Ik denk dat jullie allemaal heel dynamische, op heel dynamische clubs gaan zitten. Maar
Die kinderen die daar komen en die daar hun ouders zien of hun grootouders zien, ja, het is geen cool imago voor die leeftijd. Daar moeten we mee bezig zijn, maar we kunnen het wel cool maken voor die leeftijd. Daar ben ik ook van overtuigd. En daar gaan we straks wat voorbeelden van tonen. Recreatiespelers voelen zich overbodig. We hebben de uitleg er al over gegeven. Vijfde wiel aan de wagen. Dat kan je in alles gaan zeggen wat er gebeurt. Ze voelen zich echt het vijfde wiel aan de wagen in de clubstructuur. Andere activiteiten gaan voor. We hebben het DJ-schap gehad, maar het zijn andere zaken. Ik kan niet, de activiteit die ik zelf georganiseerd heb, ik kan niet, want er is daar iets te doen, er is een fuif, of we hebben met vrienden afgesproken, of we gaan een andere activiteit daar gaan doen. En tennis krijgt geen voorrang meer. Waar dat op jongere leeftijd, de ouders nemen het programma van de kinderen en bepalen wat ze gaan doen op 12 tot 18, merken we dat we bij een andere context daar gaan zitten. En wat hij heel dikwijls gaat hebben, andere activiteiten gaan voor. Er wordt minder en minder gespeeld. En wat gebeurt er? Verhaal van de 10 kleine visjes. Er is ene die weggaat, ze zijn nog maar 9. Minder speelpartners, minder roering, minder beleving. Er is ene die wegvalt, ze zijn nog maar 8. En zo merk je dat het stilletjes aan leeg loopt en dat we er nog niet in slagen om de dop erin te doen. En als we zien, en op elke club denk ik dat we wel zo generaties hebben, wanneer lukt het als we zo dat groepje enthousiaste spelertjes hebben die zo de rond in een kring maken, die lukken om erdoor te geraken. Maar enkelingen, als er zomaar 1 of 2 of 3 per leeftijdsgroep zijn en die elkaar dan nog niet goed kennen, dan merk je dat dat fatale spelers zijn die dreigen uit de boot te gaan vallen. En dan denk ik dat we vandaag de dag, als we gaan de jongeren zien chillen en zien socializen, dan zien we ze socializen. In een zetel zitten of in een hoekje zitten en je ziet ze allemaal op hun smartphone, op een tablet, op laptop. En soms voelen ze gewoon de behoefte niet meer. En er is een studie geweest waar dat ze aantonen dat de schermtijd in de loop van de jaren 3 gegaan is en de speeltijd is gewoon gedeeld door 3 gegaan. Want het ene moet compenseren met het andere, ze hebben niet meer vrije tijd, maar ze vullen de vrije tijd gewoon anders in. En ze voelen ook niet de noodzaak. Ik denk dat vroeger als we kijken naar eigen jeugd, als wij geen activiteiten hadden, verveelden we ons thuis. Want op televisie was er alleen maar vanaf 18 uur waren de programma's. Nu, kinderen vervelen hun thuis niet meer. Want ze hebben alles. Ze kunnen YouTube-kanalen van 's morgens tot 's avonds. Ze hebben social media waar dat ze eigenlijk tijd tekort hebben om te meeten en te frienden met iedereen. Dus ze hebben niet de behoefte als dat wij hadden om activiteiten te gaan doen. En veel van ons gaan zeggen van ja, vroeger, wij waren hele dagen op de tennisclub. Ja, waarom? Daar amuseerden we ons, thuis verveelden we ons. Dus we hadden wel een noodzaak om toch elders onze ontspanning te gaan zoeken. Ik was een aantal jaren terug, spreek nog al 2007, op een congres in Nederland met Mike Barrel, een van de wereldleiders richting jeugdtennis. Hij heeft een eigen bedrijf, ook Evolve 9, waar hij spreekt over tienertennis, over kids zijn is ook. En een van de tips dat hij mij toen gaf, en dat is me bijgebleven, is als je wil voor een doelgroep iets doen, moet je eerst kunnen inleven in de doelgroep. En ik denk als je zelf ouder wordt, ik ben ook ouder van kinderen, ja, dan merk je, als je dat doorleeft, ze zijn peuters, ze worden kleuters, ze zijn lagere schoolkinderen, ja, dan voel je dat inderdaad, wat dat betekent om die leeftijd, met die leeftijd te maken gaan hebben. Ja? Dus vandaar naar tieners toe, ik heb een tienerdochter, maar nog niet richting 18. Vandaar dat ik ook wel het researchwerk gedaan heb. Ik wil er een filmpje van laten zien voor degenen die op zoek zijn wat tieners doen, waar ze mee bezig zijn. Dit is een filmpje van een Nederlands kanaal. Op het einde ga ik erop inkomen, ga je er nog een dia van zien. Heel cool. Ik heb gelachen als ik die dag een uurtje of twee op dat YouTube-kanaal heb rondgehangen. Waar je denkt dat kinderen en tieners niet meer origineel zijn, ga je zien dat die heel origineel zijn, dat die heel cool zijn, dat die heel creatief zijn. Ja, maar op een andere manier dan dat wij vandaag in het leven staan. Het is gewoon anders. En ik ga jullie een filmpje tonen ondertussen. Dat kanaal is gestart 21 maart 2017, om maar een idee te geven. Op 6 maanden tijd 45.000 abonnees. Ja, dus kinderen of teenagers die erop geabonneerd zijn. Een filmpje is 3,5 miljoen hits. Dus betekent toch wel dat een community toch wel een sterke uitstraling heeft richting tieners.
Voilà. Waar zijn teenagers mee bezig? Ik heb zoveel spierpijn al bij mijn lippen. Ik doe elke avond heel hard mijn best. Maar zo hard? Nee. Oké, Steven, vandaag gaan we de FaceDance app testen. Yes. Ken je de app? Ik ken de app helemaal niet. Volgens mij is het dan dat je muziekje opzet en dat je dan zo iets zo moet doen en zo. FaceDance, ik denk dat je een of ander Just Dance spel moet doen met je hoofd. Een app waarbij je moet variëren tussen gezichtsexpressies. Round 1, fight. Let's find out what we have here. Oké. Okay. FaceDance wil toegaan tot de camera. Dat mag voor deze. Wow! En nu? Kom maar erop. Oh. Ja, ja. Oh. Oh, Ik moet mijn hoofd bewegen, maar er gebeurt niks. Oké, er komen heel veel gezichtjes en ik moet lachen als Sip. Die. Maar het is heel lastig, want het komt veel. Volgens mij staat mijn niveau op heel hoog. Je moet echt van tevoren al kijken wat er komt. Ja, 50. Hoppatee. 1780. 4010 punten. Ja. 4020 punten. 1800. Nou, dat vind ik jammer. Dat gaat weer. Ready. In 3, 2, 1. Round 2. Fight. Excellent. Ja, ik heb hem. Oké, dit gaat echt veel te raar, maar je moet gewoon al van die gekkere bekkies trekken en zo. Crazy time hebben, jongens. Oh. 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 Crazy time. Ik moet het gewoon halen. Meer dan 4020. Dat moet wel kunnen. Beetje pipeback. En nu, moet ik gewoon mijn hoofd bewegen of zo? Jezus, ik ga dik, joh. 1900, ik heb een verbetering. 1700 maar. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. 930. 4820. Gaat wel heel ongemakkelijker uitzien. Waarschijnlijk zie ik er nu ook heel ongemakkelijk uit op de camera. Wat ik van het spel vond? Ah, ik vond het spel echt. Nee. Ja, vroeger heb ik altijd Just Dance gespeeld. En het is wel grappig om dan dit terug te zien. Alleen dan gewoon met gezichtsuitdrukkingen en zo. Hè. Wie vond jij allerbeste in het spel? Laat even achter in de reacties, dat zou super tof zijn. Natuurlijk ik. Vond jij deze video leuk? Doe dan zeker eventjes een blauw duimpje omhoog. En klik dan ook gelijk eventjes op het belletje naast, want dan krijg je een melding wanneer wij een video uploaden. Vergeet ook zeker niet op Tieners te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet ons ook zeker niet te volgen op Instagram en Snapchat. Apenstaartje, Tieners, _ Griekse IT. En dan zien we jullie gewoon weer bij de volgende video. Laters. Voilà. Je ziet de doelgroep. Creatief. Ja, ik denk wel dat je kunt zeggen creatief. Zijn ze experten als je ziet hoe dat het filmpje gemonteerd is? Ik denk dat het heel knap gemonteerd is. Ha? Het is anders. Ik zou er niet op gekomen zijn om met zo'n app ineens voor beginnen hekken bekken te trekken. Maar ik denk wel, als je na tieners iets doet op een stage, denk je dat je al een leuk laboratorium hebt als je met zo'n dergelijke zaken al iets zou gaan beginnen doen. Het startpunt. Zoals eerder gezegd, startpunt is 1. De wil om iets te doen voor die doelgroep. Hey, gaan we volgend jaar iets doen? Gaan we het op de trainersagenda brengen? Gaan we het op de clubkalender brengen? Er iets gaan doen. En we zien dat al heel wat clubs toch wel al actie ondernomen hebben. Ik heb hier een voorbeeld van de Ortskamp Challengers. Wim Barbier, Johannes Del Putte zijn daar gestart met een programma, eigenlijk een eigentijdse laddercompetitie. Om tieners te gaan activeren om te spelen. Wat hebben zich dan? Een coole website. Het is echt wel een toffe website. Ik heb hem er hier bij gezet, zodat je er eens kunt op gaan kijken. Een coole website waarin dat je via de kanalen waar zij zitten, Facebook, dat je via de kanalen waar ze zitten iemand kunt gaan uitdagen. Je spreekt een tijdstip af, je gaat een setje spelen. Het wordt een terreintje gereserveerd. Je gaat het resultaat samen een
selfie erin gaan pakken. Geregistreer je score erin. En op het einde zijn er twee winnaars. Je hebt de winnaar die het meeste wint. Er is een winnaar. En er is degene die de challenger is. Degene die het meeste aantal keren gespeeld heeft. Ze hebben er ook een leuk filmpje rond gemaakt om het te gaan activeren. Dus volledig in de doelgroep waar ze actief zijn. Goed, en als je ziet op hun Facebook, ondertussen hebben ze heel recent, 1 november, de resultaten en de prijsuitreiking gedaan van hun eerste Ortskamp Challenger. En je ziet als je op de site gaat kijken, is er al superveel gespeeld? Nee, ik denk dat elke activiteit eerst een tijd nodig om ingeburgerd te gaan geraken. Maar je merkt toch wel dat er een aantal spelers zijn die misschien anders minder gespeeld werden, die op die manier wel een... meer op de club terecht zijn gekomen. Plus als je ziet naar de likes dat ze krijgen en als je dan kijkt naar andere posts die er gebeuren en de reacties die er komen van spelers en ouders, dan merk je wel dat het een initiatief is die zeker gesmaakt gaat worden. Als we verder kijken, dan zien we GTT Senderlo, vaste top 1 of 2 club in het jeugdfonds, zien we dat eigenlijk een club al een volledige aparte tienerwerking heeft. En we gaan straks er een print screen nog van zien hoe dat specifiek in elkaar zit. Maar je hebt kidstennis, je hebt competitietennis en dan heb je een recreatieve pijler, wat dat bij hun een aparte doelgroep is, tienertennis, en wat je ook aparte lessen kunt gaan voorboeken. Ja? Ze organiseren tennisactiviteiten, speciaal voor die doelgroep, waar dat ze er iets cool van maken. De Wilson Clinic, kan een ander merk zijn, maar ik denk dat dergelijk iets wel eens cool is voor dergelijke gasten. De lessen toe. Maken ze de keuze tussen initiatiefrijk tennissen en scoren. Komt erop neer, is een les per 3 of per 4 dat er kan geboekt worden. Wil je technisch vervolg maken, kan je dergelijke les kiezen. Zeg je van oké, goed, ik wil eerder wat tips en tricks. En we hebben het een aantal jaar terug hier gehad over groepstrainingen. Maar dit zijn de groepstrainingen. Ja, die heel populair zijn bij die recreatieve doelgroep van tieners. Ja, dus tieners kunnen kiezen tussen les volgen per 3 of zeggen van oké, goed, ik wil eigenlijk gewoon socializen met een groep jonge gasten gaan tennis spelen. Met het jaarlijks kamp of een aantal kampen dat ze hebben, organiseren ze een sleep-in. Dus voor de tienergroep blijven ze een nachtje slapen. Ja, je merkt al direct dat het een kort nachtje geweest is. Maar ik denk dat dat initiatieven zijn die zeker voor dergelijke doelgroep een leuke aanvulling zijn op het normale clubleven. Dan zijn er nog clubs die activiteiten organiseren. En ik heb niet op al jullie Facebookpagina's geweest, want anders zou ik geen tijd meer gehad hebben om andere dingen te doen. Dus als je zelf niet vermeld staat en je doet dergelijke activiteiten, schiet me niet dood. Ik heb gewoon willekeurig op een aantal Facebookpagina's gekomen waar ik wist dat er activiteiten waren. En daar een aantal print screens genomen. Maar we hebben een glow in the dark tennisavond. Oké, goed, misschien niet bedoeld voor die doelgroep, maar is wel iets die volledig voor die doelgroep zou kunnen zijn. We hebben een tennis bierpong. Daarom niet met bier. Je zal zien op het tienerkanaal, waar we op het einde nog eens op terugkomen, ga je zien dat zij bierpong doen, maar met heel andere dingen, met wasabi en andere stuff die zorgt voor hilarische taferelen. Dus je kan eigenlijk heel leuke activiteiten doen, waar je hier al misschien ziet naar een andere targetgroep, maar dat je wel op je tienerdoelgroep ook kan gaan toevoegen. Postrout heeft een lasershootactiviteit en zo heb je wel op heel veel clubs nu al activiteiten staan die zeker voor die doelgroep gaan passen. What's next? Uiteindelijk is dit nog maar het startpunt. Wat we nu naartoe willen gaan is een aanpak op lange termijn. We hebben gezegd het moet duurzaam zijn. Het is duidelijk voor het tienerproject, er gaat geen kidstennis logo komen richting tieners. Tieners willen geen labels. Dus er gaat geen labeling komen op de tieners. We gaan het inspiratieplatform
die nu al bestaat, wat we gebruikt hebben 1830 en ook gebruiken nu voor Davis Cup, gaan we verder uitbreiden richting tieners. Dus de vraag, en dat gaat op het einde ook nog eens terugkomen, komt van het communicatiebureau. Als jullie zelf dergelijke succesverhalen al hebben op de club, hè, dat je zegt van, die actie hebben we ooit gedaan voor die recreatieve tiener en dat was een heel succesvolle actie, ja, meld het ons. En dan kunnen zij met jullie contact opnemen om die actie misschien te communiceren in functie van alle clubs in Vlaanderen. Maar evengoed ook het omgekeerde. Want het is een verhaal die recreatieve tieners... Ik heb zelf mijn faalactie gezegd. Hè, een avond, een zaterdagavond, misschien al de verkeerde avond gekozen. Te laat gecommuniceerd. Ja, misschien is het wel interessant om dat verhaal ook eens op een site te hebben. Dat je weet van, oké, goed, we moeten dat heel vroeg plannen. We moeten op die manier gaan communiceren. Je ziet ook in dat filmpje... Dat die niet communiceren met mail, dat die niet communiceren met affiches, maar dat die communiceren met Snapchat, met Instagram, met Facebook. Dus hoe ga je dat communicatieplatform er gaan inbrengen? En dan kan je wel zeggen, hè, van, okay, goed, dat is een faalverhaal. Mijn faalverhaal was dat het te laat gecommuniceerd was en dat het op een avond was, wat dat er te veel conflicterende activiteiten gaan waren. Oké, goed, misschien nemen jullie er iets van mee om te zorgen dat je dat zelf niet gaat tegenkomen. Juiste productmix, en we gaan straks op de productmix komen waar dat allemaal kan zijn. Integratie in het jeugdfonds. Ja, dus, het nieuwe reglement zal volgende week gemaild worden. Er zijn een aantal criteria bijkomen voor 2018, specifiek rond tieners. Dus een van de criteria zal sowieso zijn dat we op jullie jaarkalenders gaan kijken of er een activiteit is richting die doelgroep. En met een vraagteken erbij, een actie die ik zelf wel persoonlijk leuk vind is... Zouden we niet een groep tieners, tienerambassadeurs, in het leven roepen die op het einde van het jaar op clubacties die georganiseerd zijn, daar kunnen zeggen van oké, wij gaan de tieners zelf laten beslissen wat zij leuke clubacties vonden en eventueel die clubs iets leuk aanbieden. Ik denk dat, dat er een aantal prijzen zou kunnen zijn dat wij van de Tennis Vlaanderen geven aan clubs richting die tieners die ze echt wel heel leuk zouden vinden. Dus misschien is dat wel een idee dat we meegeven met het communicatiebureau om jullie acties die jullie volgend jaar gaan organiseren, om die te laten beoordelen door tieners en winnende acties iets leuk mee te gaan doen. Zijn jullie op zoek naar de ideale productmix? Dan denk ik dat we in de komende slides een aantal heel leuke ideeën hebben om te zorgen dat je richting volgend jaar er iets mee kunt gaan doen. Het eerste, en ik denk al een heel belangrijk, is hoe kan een organigram er gaan uitzien? Kids tennis, tiener tennis. Competitietennis. Dit is de Senderlo. Dus we hebben duidelijk de pijler kidstennis, maar we hebben ook een pijler tienertennis voor degenen die op geen enkele manier in competitie terechtkomen. En je denkt af en toe dat er niet zoveel van die kinderen zijn, maar als je de ledenlijst zou nagaan van je club en je kijkt eens hoeveel naast je competitiespelers, hoeveel spelers dat er nog zijn in die doelgroep, dan denk ik dat alle clubs die hier zitten wel eens zullen gaan verschieten dat je toch wel heel wat spelers in die doelgroep hebt. Je zegt van oké, inderdaad, daar zijn we niet van op de hoogte. Dus ik denk dat ze een aparte doelgroep verdienen met een aparte verantwoordelijke. Hè. Als we vanmiddag de trainingswerking gaan bekijken, dan zien we dat elke club een kidstennisverantwoordelijke heeft, een competitieverantwoordelijke, een startentennisverantwoordelijke. Ik denk dat er een tienerverantwoordelijke ook nodig is in de club. En dan, de trainer wordt aangehaald door die doelgroep als cruciaal. Hè. De trainer die voeling heeft met een doelgroep. Ja, dat hoeven niet jonge trainers te zijn, dat kunnen jonge trainers zijn. Thomas Janssen is een voorbeeld van een jonge trainer die goed ligt bij die doelgroep, maar die even goed kan dienen. Maar als we dan de onderhand hebben, hebben we Wim Barbier, al een beetje ouder, meer mijn leeftijdscategorie. En ik denk dat er hier zijn die nog ouder zijn, die even goed met die doelgroep kunnen gaan werken. Ja, maar het gaat erom van, heb je voeling met die doelgroep? En de tweede, kan je op de beleving van die doelgroep gaan inspelen? Kun je een training geven, kun je omgaan dat je binnen die belevingsvorm van die kinderen zit? Want het laatste wat ze willen is een copy-paste krijgen van wat ze op school krijgen. Waar dat ze in een keurslijf krijgen en als ze dan dezelfde onderwijzer krijgen op het tennisveld dan dat ze in school krijgen, ja, bedoel, we moeten eerlijk zijn, als we kinderen laten kiezen of dat ze naar school willen gaan of niet, denk dat de drop-out heel hoog zou liggen. Ja, dus als we dit gaan meepakken, we moeten die voeling hebben met de doelgroep en we moeten de beleving kunnen gaan creëren voor die doelgroep. Die trainers hebben we nodig, die verantwoordelijken hebben we nodig op die doelgroep.
groepstrainingen. Ik denk dat Dirk hier als een van de founders van de groepstrainingen in Vlaanderen er toch al heel lang mee bezig is. Groepstraining voor die doelgroep wordt algemeen beschouwd als succestrainingen. Waarom? Die tieners worden al heel hun leven rond hun oren geslaan met hun technische accenten en hun onvervolmaaktheden. Want anders zouden ze wel competitie spelen, moesten ze vervolmaakt zijn. En om dan terug jaar na jaar opnieuw te gaan over de onvolmaaktheden, geconfronteerd worden. Ik denk dat ze veel liever een leuk speelmoment hebben waar dat ze kunnen just play and stay, serve, rally and score. Hoe dat eruit ziet, af en toe is op die manier door de trainer. Maar dat ze een moment hebben waar dat ze kunnen een leuk speelmoment hebben. En als je dat koppelt met een happy hour erachter, zonder dat ze dat alcoholisch gaan invullen. Ik denk dat, dat tieners erom geen alcoholische dranken hebben, maar evengoed met een frisdrank of met een water, dat er een happy hour komt, dat er zo een belevingmoment komt om tieners een leuke tienermoment op de club te gaan geven. Tennis workout. Zelf vorige week in Portugal gezeten, tennisvakantie. De tennis workout nog eens gegeven voor een groep tieners. Ongelooflijk fantastisch. Gewoon al de koppeling met muziek. Wat zeggen we dikwijls van tieners? We stigmatiseren. Hij ze bewegen niet. Zo die tieners, als ze geen competitietieners zijn, dan zeggen we van die zijn lui, die zijn te lui om hun voeten te bewegen, die effen hun voeten niet op, die schuiven. Totdat je ineens muziek gaat opzetten, een goede Spotify-lijst gaat pakken en dan zie je die tieners bewegen. Dat je denkt van oké, goed, ze kunnen het wel. Alleen moet je soms een context creëren waarin dat ze gestimuleerd worden en het plezant vinden om te gaan bewegen. Dus waarom? Zelfs uw groepstraining. Niet een keer je vier velden in de hal dat je hebt. Een keer zeggen van oké, we gaan dat specifiek tieners houden. We gaan daar een beetje muziek afspelen. Ondertussen een heel leuke training hebben. Ik denk dat Pieter, dat jij nog die soort training gedaan hebt in Machelen ook. En dat je er goede ervaring mee had. Het was een soort discotennis ook af en toe erbij. Of? Voilà, goed. Dus, en ze komen bijna allemaal. Omdat je zit in de beleving, je zit in de doelgroep van die kinderen. Je doet iets wat dat ze fun vinden, wat dat ze cool vinden, wat dat ze leuk gaan vinden. Fun Masters, we hebben zelf nog geen zo'n filmpje, maar ik vind het wel leuk om jullie al eens te laten zien. Dit is een project dat ze in Nederland nu gestart zijn. In Nederland zien ze heel veel terugloop qua tennisparticipatie. In Vlaanderen zitten we lichtjes aan het stijgen. Daar zitten ze echt wel fel aan het dalen, vandaar dat ze met heel veel acties bezig zijn om spelers te behouden in hun sport. En vorig jaar, 2017, zijn zij al gestart met tieners. Het is een filmpje, het eerste filmpje gaat tonen hoe dat dergelijke fun events er kunnen uitzien. Het is puur illustratief. Je kan er misschien een aantal zaken van meenemen, een aantal zaken ook zeggen van oké, dat zou bij ons niet werken, kan even goed zijn. En het tweede filmpje is een instructievideo waarin dat vanuit de tieners zelf is aangegeven wordt hoe zij activiteiten beleven, wat ze willen, hoe dat er met hen moet gecommuniceerd worden. Ik ga ze beide even laten zien. Funmasters. Ja, waarom eigenlijk? Als wij jongeren ons niet verbonden voelen, gaan we weg bij de club. Wil je ons bij de club houden? Dan zou je wat moeten doen. Wij moeten in ieder geval al genoeg in ons dagelijks leven. Dus willen we een beetje ontspannen, lol maken, maar vooral veel gezelligheid met vrienden. Hoe pak je dat dan aan? We houden van festivals
en events met een thema. Dus koppel de activiteit van Funmasters aan een thema. Dat maakt elke Funmasters uniek en zorgt voor een extra funfactor. En als je ons wil bereiken, doe dat dan niet via de e-mail of via een brief. Wij zitten voornamelijk op Snapchat en op Instagram. Laat ons dan ook via social media leden en vrienden uitnodigen. En oh ja, met een leuke winactie is het veel makkelijker om onze vrienden mee te krijgen. Wij worden liever gevraagd door die coole trainer of leuke speler van het eerste team, dan door de moeder van Pietje. En laat het ons op tijd weten. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Ja, voorbereiding, dat is natuurlijk de sleutel. En stel een helder programma samen op het thema. Wij jongeren willen namelijk precies weten wat we gaan doen. Dus, what's in it for me? Waar zijn we aan toe? Het moet vooral niet kinderachtig zijn. Organiseer Funmasters liever goed dan vaak. Zet ons vooral niet bij een groepje onbekenden. Dat vinden wij erg ongemakkelijk. En we willen graag meedenken. Over bijvoorbeeld de inhoud van een programma of de promotie. Zoals bijvoorbeeld een vlogger op de dag zelf. En een knallende funactiviteit als afsluiter. Wil je meer weten? Funmasters. www.centercourt.nl/funmasters. Mogelijk gemaakt door KNLTB. Dus wil je het nog eens opnieuw bekijken, kan je zeker er nog eens op ingaan. Dit is het. En ik zou echt aanraden om er eens op te gaan kijken. Dit is het YouTube-kanaal, Tieners. En je ziet wat ze allemaal doen. Beerpong challenge, ze hebben drijvende jacuzzis. Hey, als je op je club misschien zegt van hey, we gaan eens een leuke tieneractiviteit doen. Misschien is een mobiele jacuzzi op de club zetten een idee om te zeggen van oké, denk wel dat je met dergelijke initiatieven tieners is naar je club gaan lokken en daar een heel leuke tijd gaat hebben als ze zo die extra's is gaan hebben. Er staan heel veel voorbeelden op. Ik denk dat je niet hoeft te brainstormen. Ik denk, moesten wij ons hier in groepjes zetten en we gaan denken wat we voor tieners doen, dan gaan we heel dikwijls binnen onzezelfde ervaringscirkel gaan waar dat we zelf denken van wat zouden wij leuk gevonden hebben. Ik denk als je wil weten wat dat tieners vandaag de dag leuk vinden, hoef niet te zoeken. Ga naar de tienerpagina kijken en je zal echt lachen. Als je eens een goede tijd wil hebben, een uurtje en half, ga op die, eens in plaats van tv kijken, ga eens daar gaan kijken en je gaat zien dat eigenlijk die tieners echt wel heel creatief zijn. Heel veel leuke dingen doen, ook wel educatieve dingen doen. En bijvoorbeeld één reportagefilmpje dat ze hebben, is dat ze alle universiteiten en hogescholen bezoeken in Nederland en daar eigenlijk een reportage van maken. Ik denk voor jonge gasten die op weg zijn naar een studiekeuze, wel eens boeiend is om eens mee te lopen met een studentfotografie of eens mee te lopen met een andere student. Dus dergelijke zaken doen ze ook. Het is educatief, het is joking, het is challenges, het zijn reportages, van alles en nog wat dat je erin gaat zien. Wat is eigenlijk ons voorstel? Als je uw tiener verantwoordelijke nu gaat samenbrengen met uw ambassadeur, want die heb je echt wel nodig. Je hebt zo binnen uw tienergroep zo die 1, 2, 3 mensen nodig dat je zegt van dat zijn mijn mensen die het hier gaan waarmaken. Als je die eens met twee samenbrengt en zegt van kijk, we hebben in januari wordt onze activiteitenkalender afgewerkt. Er is één activiteit die erop komt. In een stage willen we iets doen, in lessen willen we iets doen en in een activiteit willen we iets doen. Oké, goed, mannen, wat gaan we doen? Ja, en als je dan aan de hand van dit soort kanalen en wat je gezien hebt in de filmpjes van de Funmasters en de voorbeelden die er al zijn in clubs, dan denk je dat je heel leuke activiteiten op de clubs zou kunnen organiseren het komende jaar. De oproep dat ik al er straks even aangehaald heb. Heb je een succesverhaal dat je zegt van oké, goed, dit hebben wij al gedaan, is zeker de moeite waard. Of dit hebben wij geprobeerd en werkte niet, kan even goed. Ik heb zelf er ook een aangehaald. Ja, laat het ons weten. Je mag het persoonlijk mailen naar mij. Wij gaan ze inventariseren. Ons communicatiebureau
ga leuke acties op het inspiratieplatform gaan formuleren, zodat jullie ook verdere inspiratie krijgen. Misschien moet ik bij jou, is er echt Pieter, voor die avond, die themaavond, de zaterdagavond, om te kijken wat de ingrediënten juist allemaal waren, om daar ook een moment van te gaan maken. Guys, hopelijk, you got it. Hè, want de gifts is blijkbaar heel populair bij de jongeren, dus die moeten we er zeker insteken. Veel succes en ook de emoticons moeten zeker erbij voor tieners. Zijn er van jullie nog?